Vandaag hebben we de 8e bijeenkomst van de UVT-sociëteit. Wederom hier in De Witte, in deze mooie omgeving van de Pleinzaal. En daar hebben we twee sprekers op het thema criminaliteit, veiligheid en slachtofferhulp. De eerste spreker is professor Mark Groenhuizen, een internationaal erkend expert op het gebied van slachtofferhulp, victimologie. En de tweede spreker is minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. En die zal ook reageren op de stellingen van professor Groenhuizen omtrent criminaliteit en veiligheid en slachtofferhulp. Dus ik denk dat we weer een hele bijzondere bijeenkomst hebben van de UVT-sociëteit. Ja, ik vind het ontzettend leuk om vanavond te mogen debatteren met minister Opstelten in het kader van de UVT-sociëteit. En ik zal twee belangrijke onderwerpen aan de orde willen stellen. Het eerste is de hoogte van het strafniveau in Nederland. Het andere onderwerp is het slachtofferbeleid. En wat betreft de straffen die in Nederland worden opgelegd, gaat het wat mij betreft vooral om de vraag of er in Nederland bijzondere minimumstraffen moeten worden ingevoerd. De minister vindt dat dat nodig is. En wij wetenschappers denken dat dat echt heel erg onverstandig is. Dus daar zal ik een paar argumenten voor naar voren brengen. Op het gebied van de slachtoffers is het duidelijk dat we het algemene beleid van de minister op dit punt erg steunen. Alleen zal ik wijzen op een paar risico's dat sommige maatregelen die worden voorgesteld in het belang van de slachtoffers, als je daar goed naar kijkt en onderzoek naar doet, zijn ze niet echt in het belang van slachtoffers. Nou, daar kunnen we denk ik op een hele interessante, constructieve manier met elkaar over debatteren. Ik ben blij dat we deze UVT-sociëteit hebben. Tilburg doet erg veel wetenschappelijke dingen. Kennis hebben we in huis. Het is belangrijk dat we die delen met onze maatschappelijke partners. En deze sociëteit, de UVT-sociëteit, die wordt geleid door Sylvester Eifinger, geeft daar heel veel ruimte voor. We komen interessante mensen en daarmee zetten we Tilburg nog beter op de kaart. Nou, ik vond het een buitengewoon groot genoegen om in dit eminente gezelschap rond de Universiteit van Tilburg een verhaal te mogen houden met professor Mark Groenhuizen. En over de veiligheid. Aan de orde kwamen natuurlijk de minimumstraffen, de nationale politie, het slachtofferaanpak, de positie van het integraal veiligheidsbeleid en het strafrecht in zijn algemeenheid. Goeie vragen. En buitengewoon inspirerend voor mijzelf om hier te midden van zoveel eminente gasten te mogen optreden en hun mijn visie te laten weten.